Goedemiddag allemaal. Het is vandaag maandag. Het is 4:30. Ik kom net van school. Ik heb even spontaan besloten, want zo gaat het altijd bij mij, dat ik mijn haar ga verven. Nou, dat komt eigenlijk doordat ik nu, zeg maar, ja, elke keer naar de kapper ga om mijn haar te verven. Blond. En dat is best wel prijzig. En ik ben een student en ik woon op mezelf. Dus ik kan gewoon niet om de 6 weken zoveel geld betalen om haar te verven. Dus ik heb maar besloten dat ik het gewoon donker ga doen. Maar ik ga dus even kijken. Want ik heb dus zo lang mijn haar niet zelf geverfd. Vroeger deed ik het wel. Maar ik moet eigenlijk eerlijk zeggen, sinds ik in Amsterdam ben, ga ik eigenlijk bijna altijd naar de kapper. En ik heb dus dit gekocht. Ten eerste haarontkleuring. Ik weet niet of het werkt van de kruidvat. Dus maar dat color remover. Want ik denk, ja, de bovenkant is bij mij dus donker en de onderkant is blond. En ik wil wel gewoon dat het één kleur wordt. En ik vind het gewoon lelijk als ik straks alsnog een overgang heb van donker naar licht. Dus ik ga gewoon eerst dit in doen. En dan kijk ik wel wat er gebeurt. En dan heb ik even kijken, 2 van deze pakjes gekocht. En dat is chocoladebruin. Nou, is altijd wel goed, denk ik dan maar zo. Dus dat ga ik even doen. Nou, het is dus nu 4:30. Dus ik denk dat ik over een uurtje wel klaar ben. En ik hoop dat het lukt, want vroeger verfde ik mijn haar dus met van die crème, of schuimmoes, zeg maar, verf. Maar die hadden ze helemaal niet bij de kruidvat, dus dat was raar. Wat ik ook wel heb gekocht, en dat is wel leuk, bij de kruidvat hadden ze deze liggen. Die bean boozled jelly beans dingen. Dus die ga ik van het weekend even spelen met Jar, als hij er is. Dus dat is wel grappig, want dat zie ik altijd bij andere vloggers. Dus dat ga ik ook even doen. Dus ik ga nu even, nou, oude kleding aantrekken en mijn verfhanddoekje, want daar heb ik een speciale voor, pakken. En dan maar even mijn haartjes doen. En dan zien jullie het zo. Ik zal even mijn haar laten zien before. Nou, wat ik dus, ja, het is nu echt zo lelijk. Maar nou, hierboven is dus gewoon donker en dan loopt het over. Blond. Nou, ja, dat is het niet veel aan te zien. Ik heb het vanmorgen niet gewassen, dus het is, ja, best wel droog. Maar dat is juist goed. Als ik nu ga verven, want er zit dus gewoon spul in mijn haar. En, ja, dus ik ga dat even doen. Nou, het is dus nu heel licht, dus onthoud het. Ik ben klaar met mijn haar verven. Ik heb net uitgekamd. Ik heb vast maar lekker mijn pyjama aangedaan. Nou, voor mijn gevoel is het wel gelukt. Dat misschien, als ik zo een beetje in het licht doe, nee. Dus dat denk ik morgen. Alleen hier, ja, echt zo surf. Ja, je ziet het. Dus een klein blond plukje. En precies hetzelfde heb ik aan deze kant ook gedaan. Ik weet niet hoe ik het kan dat ik juist, nou, je ziet het niet eens, juist daar ben vergeten. Maar ik had dus 2 pakjes gekocht en ik heb er maar 1 gebruikt. Dus ik laat mijn haar dan nu weer even rusten. En ja, misschien dat ik het volgende week of zo nog even doe. Maar ik ga niet, zeg maar, morgen gelijk verven. Van, oh, ik heb 1 blond plukje. Want ik heb sowieso door de week meestal mijn haar in een knot. Omdat ik, nou ja, deze week dan niet. Maar bijvoorbeeld, ik doe een lerarenopleiding gezondheidszorg. En op school heb ik dus ook kookles. Nou, dan moet je haar vast. Ik werk in de horeca. Nou, dan moet je haar vast. Dus sowieso door de week heb ik mijn haar best wel vaak vast. En het is meer in het weekend dat ik het los doe. En ik heb natuurlijk krullen, dus ik denk niet eens dat je het heel erg gaat zien. Maar ik heb in ieder geval nog een pakje over. Maar ik moet zeggen, het is wel goed gelukt. Ik heb het niet een 1/2 uur in laten trekken. Ik heb het even 17 minuutjes, 20 minuutjes in laten trekken. En toen ben ik gaan douchen. Dus ik ben aardig tevreden. Want ik had een keer gehad dat het iets te lang had ingetrokken en dat het bijna zwart leek. En dat wilde ik echt niet. Maar ja, ik vind het jammer dat je het niet echt goed ziet. Maar het is nu wel echt donkerbruin en niet zwart. En de onderkant is helemaal eigenlijk. Eigenlijk zou ik mijn hele haar willen als hoe de onderkant is. Maar ja, dat gaat meestal niet. Het is dus ietsjes lichter dan boven. Maar ja, ik heb nog de hoop dat als ik mijn haar uit was, vaker was deze week, dat het sowieso nog iets lichter wordt. Maar in ieder geval, ik ben blij en ik heb het weer goed gedaan. Dus, that's it. Nou, ik heb best wel iets grappigs. Het is dus vandaag maandag en ik had afgelopen donderdag moest ik een eigen kookles geven. Omdat ik dus lerarenopleiding doe. En als je dan het vak voor verzorging, zeg maar, gaat geven. Ja, hoort het vak koken dus ook bij. Dus wij oefenen dus om de beurt in groepjes van 2 of 3. Om zelf een gerecht te verzinnen en dan die les te geven. En mijn juf die neemt dat dan op.
En ik kijk dat nu dus terug en het is vet grappig. Ik zal het echt laten zien. Hier doe ik het voor, zo'n oude leerlingen. En ageren in een uitjes moet snijden voor ze gaan beginnen. Ze gingen bij de een hamburger maken. En het is iets flink. Kijk, en dan ga ik zo zeggen hoeveel jullie er ongeveer op kunnen doen. Ja, ongeveer 5 stukjes augurk per burger. Mocht je erg van augurk houden, kan je hem er helemaal op doen. Ja. Want hoeveel burgers gaan we peppers zo maken? 1 burger. Oh, oké. Okay. Ja, nou, dus dit is hoe de augurk eruit moet zien. Nou, het uitje weten jullie eigenlijk. Goedemiddag, het is vandaag dinsdag. Het is bijna 3:30. Net uit van school. Ik heb even een patatje en een frikandelli gehaald. En dan ga ik even eten. Even 2 series kijken. En dan ben ik denk ik 4:45 klaar. Ik ga ook 4:45 uit huis. Zegt goed? Ja, ik ga 4:45 uit huis. Want ik ga vandaag naar de bios met mijn vader. We gaan naar de Hunger Games. The Mockingbird Part 2. Zegt goed? Volgens mij wel. Dus ik ga 4:45 dus naar Almere. Want we gaan in Almere naar de bios. Dan kan ik nog even snel happy eten met mijn moeder. En dan met mijn vader naar de bios, want dat doen we elk jaar. We gaan elk jaar naar de Hunger Games. Wanneer die uit is, in ieder geval gaan we daar naartoe. Dus dat. Ja, ik heb even mijn haar even zo'n clipje ingedaan. Ik had eigenlijk los vandaag. Maar nou kan je wel zien dat het gewoon wel bruin is, zeg maar. Zie je? En af en toe dus nog een paar lichte blukjes ertussen. Ik denk dus dat ik het over een tijdje nog een keertje doe, maar ik wacht nu gewoon even. Dus that's it for today. Nou, ik ga straks dus weg. Het is, nou, ik wilde het schelden, maar het is zo koud buiten. Het is echt niet normaal. En in de bios is ook altijd koud. Dus ik ga straks nog, zeg maar, ik had nu gewoon een shirt met een vest aan. Doe straks gewoon een trui aan nog voordat ik wegga. En dan mijn winterjas, want het is niet te doen. Dus, en dan ben ik vanavond denk ik rond 1:50 weer terug. De film begint 6:45 en het duurt 2 uur, langer dan 2 uur. Nou, dus ben ik 10 uur denk ik weer in Amsterdam. Dan ga ik even nog wat huiswerk maken. Een opdracht wil ik af hebben vanavond. Morgen ben ik vrij. Ik hoef ook niet te werken. Ik ben zo blij. Dus morgen ga ik gewoon lekker aan mijn huiswerk. En kijk wel. Doei. Nou, dit is even grappig. Mijn juf die zei van de week dus dat ze me zag in een aflevering van Street Lab. Zeg maar in de metro. Dus ik dacht, ik ga even een paar afleveringen terugkijken. En dan ga ik kijken als ik het kan vinden. En ik heb het gevonden. En het is zo hilarisch. Nou, let op mijn gezicht. Ik ben diegene met een gestreepte trui, hè? Met mijn vriendin aan het praten. Goedemiddag, het is vandaag zondag, het is 12:30 en om 1 uur ga ik naar een brasserie. Dan ga ik high tea doen. Normaal is het eigenlijk iets wat hè, vriendinnen onder elkaar doen, maar vandaag ga ik met Jar. En daarna gaan we boodschappen doen naar huis en dan gaan we de Bean Boozle Challenge opnemen. Nou, we zitten bij de high tea. Ik weet niet of je me hoort. Dit is broodjes, dingetjes. Nou, we zijn terug van boodschappen doen. En ik ga vanavond nog, het enige wat ik nog ga doen is koken en huiswerk maken. Dus dit was een beetje alles van de hele week. En zometeen dus komt ook nog de Bean Boozle Challenge online. Dus bedankt voor het kijken en tot volgende week.